En wat er dus heel vaak misgaat, dat de mensen dus de kachel van onder naar onder steken. Dan maak ik met me eerst een grote prop papier in de kachel. En dan laat men daar het hoornmakhout al je bovenop. En dan zie je al dat het begint te rekenen. Want het vuur krijgt dus geen zuurstof om goed te verbranden. En zo ontstaat dus de reek? Zo ontstaat dus de reek door vochtig hout en het vuur dus van onder naar onder steken. Want dan komt er op het moment van ontgassing, komt er eerst volle houtgas vrij. En dat kan de kachel net verwerken. En dat gaat via de squastie en de boetentaar. En wat heel belangrijk is, jouw de kachel genoeg zuurstof om een goede verbranding te realiseren.